GVVV de nummer 18, Koninklijke HFC de nummer 2 is al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. Ongelijke strijd zou je denken. Het eerste schot is van Gerry Vlak. Middenvelder van Koninklijke HFC. Dat in die goede reeks won van Katwijk van AFC. Dus geen ploeg om zonder handschoenen aan te pakken. Brandsma is de topscorer. En die zoekt Juxel. Maar Van Willigen is attent. De doelman van GVVV dat. Dat is dan wel weer positief voor de Veenendalers. De laatste 3 wedstrijden op rij. 2 keer wonnen en 1 keer gelijk speelden. En uit in Haarlem. 0-0 speelde tegen Koninklijke HFC. Haarlemmers zijn dus gewaarschuwd. Patrick met Payne. Hoek is moeilijk. Michelis, de doelman van Koninklijke HFC. Heeft geen moeite met de voorzet van Joshua Patrick. Brandsma dan. Daar laat Adnane zich aftroeven. Door Payne. GVVV komt ermee weg. Opnieuw Koninklijke HFC. Juxel stuurt Brandsma weg. Brandsma met Grotenbrecht en Brandsma mist. En zo is de ruststand in Veenendaal dezelfde als de eindstand was eerder dit seizoen tussen beide ploegen in Haarlem. 0-0. Spies in de fout. De tegenstoot van Koninklijke. Juxel treft de kont van Grotenbrecht. En dan de strafschop gegeven door scheidsrechter Jens. Na een overtreding van Justin Spies. Op Sietse Brandsma. Bij GVVV snappen ze er niks van. Ja, als je laatste staat, heb je dit ook allemaal tegen. Weg, zegt de scheidsrechter. Het is trouwens niet Brandsma die daar valt, maar Hulleman. Makkelijk gegeven, vind ik wel. Kastien achter de bal en die schiet hem onberispelijk binnen. Dit snap ik dan nooit zo goed. Raar gebaartje, nergens voor nodig. Hij gepasseerd. Jan van Willigen, de doelman van GVVV, die dit seizoen Johan Jansen uit de basis verdrong. Kastien schiet hem feilloos binnen, dat wel. Maar lang geniet Koninklijke HFC niet van de voorsprong. De 1-1 is van Joshua Patrick, 3 minuten later. En daar zijn ze bij GVVV in heel veel opzichten blij om. Joshua Patrick is aanvaller. Was altijd topscorer bij alle clubs waar hij speelde. En dit is zijn eerste doelpunt sinds januari 2020. Natuurlijk, er is wat minder gespeeld. Er waren COVID-jaren. Maar toch, ruim 2 jaar had Joshua Patrick niet gescoord. En nu doet hij het wel. 1-1. Dit is een overtreding van de Jong op Kastien. Dat doet Kastien weer heel vervelend. Er is al gefloten. En dan gaat iedereen zich ermee bemoeien. Ik snap dat nooit. Jongens, de scheidsrechter heeft gefloten. Er komt ook nog een keeper zijn doel uitrennen. Wat doet hij daar? Wat komt hij daar doen? Alleen maar eikelen. En de scheidsrechter doet het dan af met 2 gele kaarten. Dat moeten er gewoon veel meer zijn. Wegwezen met z'n allen. Een smet op de wedstrijd in Veenendaal. Die eindigt in 1-1.